Hallo, hallo. Welkom bij deze video. Ik ga eventjes mijn maandelijkse wellnessbox samen met jullie unboxen, want het is in feite een hele leuke van de maand. Dus ik ga een keer tonen wat ik allemaal besteld heb en wat ik allemaal cadeau gekregen heb, want daar word ik super blij van. Eerst en vooral natuurlijk de Thieves. Als je Thieves nog niet kent, dat is het poetsmiddel dat ik eigenlijk gebruik voor heel mijn huis. Dus zo'n fles maak ik eigenlijk allemaal andere flessen mee. Waarom gebruik ik dat? Omdat dat non-toxic is. Er zit daar eigenlijk niks in van schadelijke stoffen. En dat is iets wat dat dus wel in alle andere poetsmiddelen zit. Als je kijkt zo op gewoon op het etiketje op de achterkant, zie je daar doodskopjes, gevaren driehoeken. En dat is eigenlijk gewoon niet wat je wilt in je huis, ook niet voor te kuisen. Dus bij deze, van dezelfde lijn van Thieves, heb ik eigenlijk ook de tandpasta, de whitening. Dat is ook een mega super goede tandpasta. Die is de hele tijd uit stok geweest, dus in feite ga ik er nu een beetje bij bestellen, zodat ik zelf een voorraad heb. Ik heb daar dan ook de tandfloss van, ook van Thieves. En de handgelletjes. Ik heb dat zo in die kleine formaatjes genomen, omdat ik dat graag overal bij me heb. Want nu zeker in de periode dat we zitten, staan er overal zo van die pompen. Gisteren ook gaan we de lijst en je ziet zo mensen gewoon. Hup, hup. En dan denk ik, ja maar ja, weet je wel wat er daarin zit? 9 van de 10 keer is dat iets dat echt niet oké is voor op je huid te smeren. Dus vandaar heb ik altijd mijn eigen Thieves ontsmettingsgel bij. Dat is echt heel zot en actiefs. Kilt. Al de bacteriën. Gewoon alles. En daar heb ik dat peppermint, dus dat is lekker fris. En ik heb er daar gewoon 3 van, omdat ik één in mijn auto leg, één in mijn handtas, overal. Dus. Dan, voor verder te gaan, nog een Thieves. Dat is het laatste dat ik van Thieves heb. Dat is iets nieuws. Daar ben ik eigenlijk wel super benieuwd naar. Dat is Kitchen and Bath Scrub. Dus dat is een soort poeier eigenlijk voor wat grondiger te poetsen. Dus dat ga ik je proberen. Ik ben niet zo fan van poetsen hoor, maar als ik het doe, dan toch wel liever mijn goede producten. De Inner Defense. Ja, ik moet zeggen, voor het moment, ik pak dat gewoon non-stop. Inner Defense is in feite een supplement dat je gaat nemen wanneer je voelt van oei oei, ik ben hier iets aan het krijgen of mijn weerstand is laag. Normaal gezien zeggen we, neem dat in de winter. Maar nu, het is zodanig een rare tijd geweest, iedereen zijn immuniteit is zo laag. Dus ik doe voor mezelf even een kuur. Dat ik dat gewoon elke dag neem. En ik ga dat doen voor 6 maanden nu. Omdat ik echt wel mijn eigen immuniteit wil boosten. Wanneer een klein kindje dat neem snotneus naar de ander had van in de crèche. Dus ik wil gewoon mezelf een beetje voor zijn. En ik neem dus de Inner Defense. Dat is eigenlijk gewoon dus ook echt essentiële olie dat er daarin zit. Hey. Waaronder oregano en ook de Thieves Blend. Dus ja, top. Dat moet ik altijd in huis hebben. Voor de kindjes heb ik deze besteld. Wat is dat? Dat is eigenlijk een pre- en probiotica. De darmen zijn hier van niemand echt in orde van die kleintjes. Dat is altijd ook wel iets. En je gezondheid en ook je immuniteit begint in feite in je darm. Dus voor dat goed te houden, pak ik me daar toch supplementjes bij. Nu, dat zijn... Kijk, ik ga het een keer open doen. Dat zijn in feite kleine zakjes. Zo. Het zijn kleine zakjes en zet daar een poeier in en dat smaakt in feite een beetje naar ja, snoepjes. Dus dat is eigenlijk lekker. Je kan dat ook voor een kleintje kan je bijvoorbeeld in een yoghurtje doen of in een beetje appelmoes. Maar zelf durf ik dat ook wel nemen eigenlijk. Dan heb ik de Golden Turmeric. Dat is eigenlijk de Golden Milk als je dat kent, kurkuma. Ik moet zeggen, dat is, ja, het is ook weer, het is eigenlijk allemaal een beetje immuniteit. Dat is de Mango Rose Flavor. Dat is super lekker. Ik durf dat ook bij het melkje van Colette doen eigenlijk, als ik haar een warm flesje melk geef s'avonds. En zelf drink ik dat ook elke avond. Het is heel lekker en als je niet weet wat dat golden milk voor je doet, ik zou zeggen, google dat een keer. De benefits van golden milk zijn ja, waanzinnig. Van mij, ik ken dat eigenlijk uit Ayurveda en ja, heel blij dat Young Living dat nu ook heeft. Dus met zo'n potje doe je trouwens super lang. Dan heb ik nog de capsules besteld. Dat zijn eigenlijk gewoon doorzichtige capsules. Dat is omdat ik vaak iets zelf maak. Met dus essentiële olie. En toen doe ik daar een beetje olijfolie mee. En dan maak ik soms zelf supplementjes. Bijvoorbeeld als ik last heb van mijn buik na iets te eten. Dan doe ik dat met de Zijais, met de peppermint. Ja, je kunt er eigenlijk van alles in maken. Dus dat was ook op. Wat heb ik dan nog? De Sensation Bad & Douche Gel. Ja, dat is zalig.
Dus ook mijn verzorgingsproducten heb ik in feite helemaal omgeruild. Ook weer voor toxic free producten. Dus het zit er eigenlijk niks in dat er niet moet in zitten. Het ruikt super lekker. Het is met essentiële olie. En je kunt het zowel voor het bad als in de douche brengen. Als je het in het bad doet, dan heb je ook een beetje schuim. En ik heb dat wel graag. Dus bij deze de Sensation. Dan. Wat heb ik hier nog? De Deep Relief. Eentje voor mij. Ja, en eentje voor mijn mama ook. De Deep Relief. Kan ik hier eentje open doen? Dat is in feite een kant-en-klare roller. Ja, ik doe dat dus niet echt mooi. Bij mij moet dat erop gaan. Dat is een kant-en-klare roller. Wat wil dat zeggen? Dat dat een roller is dat al verdund is. Hè? Dus als je gewoon een flesje olie neemt, gaan we dat nooit zo direct echt op ons smeren. Maar met deze wel. Dus dat is zo, een roller. En je kan dat dus in feite direct rollen. De Deep Relief is eigenlijk voor, like wat de naam het zelf zegt, als je spanning hebt. Spanning in je hoofd. Spanning als je gewoon zegt van, oh, het is me allemaal te veel. Dan de Deep Relief. Ik smeer dat hier. Ik smeer dat achter mijn oren. In mijn nek. Ik durf dat ook op mijn buik smeren. En ook zo bijvoorbeeld na een workout dat je gedaan hebt. Of als je de hele dag met de kinders in de zoo is gaan lopen zit. Of in Plopsaland. En tegen hetzelfde zeg je van, oké, de Deep Relief. Ruikt heerlijk. Mijn mama kan niet zonder, dus ik zeg dat ze ook een voorraadje heeft. En dan heb ik nog de Shave Oil. Dat is de eerste keer dat ik dat ga gebruiken in feite. Dat is Mira Shave Oil. Ik heb dat al, die olie heb ik voor mijn haren, dat je zo in de puntjes kan doen. Want dat is eigenlijk voor te scheren, dat je dus ja, mooie gladde benen hebt. Hè. We gaan weer naar het rokjesseizoen. En met dat moet je eigenlijk geen water en zeep en al gebruiken, maar gewoon deze olie. Dus ik ben er super benieuwd naar en ik ga later laten weten hoe dat was. Dan heb ik in feite cadeautjes gekregen. Ah ja, de lippenstift heb ik ook nog besteld. Dat is de Lavender Lip Balm. Dat is niet enkel een lipbalm, maar dat is eigenlijk mijn kleine SOS-stick dat ik altijd bij heb. Dat is bijvoorbeeld als je een mug gebeten hebt. De kleintjes zijn gevallen ergens buiten. Zelf als je iets, ja, iets van een wondje of zo, altijd die Lavender Lip Balm. Dat gaat direct kalmeren. Dus ik zorg dat ik altijd in voorraad heb ook en bij me heb. Dan heb ik nog besteld de Niks Jaar Uit. Ja, je weet dat drink ik elke dag. Maar met dat we nu weggaan, heb ik het ook in deze zakjes besteld. Het zijn deze zakjes. Dus als je al ooit een starterkit van Young Living gekocht hebt, dan zitten deze zakjes er ook in. Twee. Dat leg je in de frigo en dan kan je dat ijskoud opdrinken. Ik ga daar een beetje meer over delen trouwens, over wat dat er allemaal doet. Want dat is iets dat ik en de kindjes elke dag drinken. Ook weer onze immuniteit, maar ook voor je huid, je haar, gewoon je algemene gezondheid. Dat zijn eigenlijk antioxidanten. Ik ga eens een keer al een zakje open doen. Kijk, dat is eigenlijk super gemakkelijk. Trouwens, als het warm meer wordt, kan je die zakjes in feite gewoon in de diepvries leggen. En dan heb je een lekker ijsje. Kindjes zijn er rot van. Nu, dat was in feite heel mijn bestelling. Maar, dan hebben we nog een heleboel cadeautjes gekregen. Hoe komt dat? Dat is omdat ik eigenlijk maandelijks doe ik gewoon mijn bestelling. En ik kan zeggen van, wow, zoveel. Maar in feite is dat duurder voor mij? Nee. Wat ik ga zeggen, ik koop niet meer allemaal in verschillende winkels. Ik vind dat ook voor mezelf heel gemakkelijk. Ik doe in feite gewoon één bestelling. En je ziet het, hé, er zit er van alles in. Er zitten er supplementen in, huishoudproducten, shampoo, douche, gel, tandpasta. En wat dat er leuk is aan Young Living, is dat je altijd cadeautjes krijgt. En we zeggen ja, ergens anders zeg je dat ze niet. En ik word toch wel blij van cadeautjes. Nu heb ik bijvoorbeeld deze gratis sprayflessen gekregen. Dus met die Thieves Cleaner dat ik zei, waar staat die? Hier. Deze. In feite wat je ervan nodig, zo één dopje. Een dopje doe je eigenlijk hierin. De rest vul je met water. En tada, je hebt gewoon je allesreiniger. Je kunt daar nog een beetje olie bij doen. Je kunt daar een reiniger van maken voor de badkamer. Eentje speciaal voor de raam. En feiten van alles. Dus dat is één fles dat ik gebruik voor alles. En nu heb ik dus dat gratis gekregen. Thank you. Wat heb ik nog gratis gekregen? Een peppermint cedarwood zeep. Dat is eigenlijk echt een stuk zeep. Ruikt super lekker. Dan heb ik ook deze nog gekregen. De Morningstar douche gel. Dus ja. Daar gaat mijn wederhelft super blij mee zijn, want dat gebruikt hij graag 's morgens. Helemaal gratis gekregen. Ah ja, dat is ook super leuk. Dus heb je gezien die flesjes? Dus die ontsmettingsflesjes dat ik zei. Dus dat is in feite nu van de maand de promotie dat je daar een hoesje bij krijgt. Kijk, voilà. Dus dat je eigenlijk zo vrij makkelijk dat oftewel aan je handtas kan hangen of ergens anders en direct kan gebruiken. Dat is ook leuk. Een
zakje. Oh jee. Dus dat is eigenlijk, je kunt daar... Ah ja, dat vind ik alweer leuk. Kijk, je kunt daar dus in feite zo je rolletjes in steken en dat gemakkelijk meenemen. Dat vind ik ook weer super handig. Jee. En dan heb ik hier eigenlijk nog een hele hoop olies gekregen. Ah nee, wacht. Ik heb hier ook nog wel wat van besteld hoor. Ja. Dus, wat heb ik cadeau gekregen? De Milrose. Dat is een van mijn lievelingsolie voor de huid. Voor huidjes die heel droog zijn, die liggen naar eczema, is dat een super goede olie. Dan de 25 Years Young. Dat is eentje dat ik nog niet ken. Dus, dan doe ik dat direct een keer open. En dan ruiken we daaraan. Ja, heel bijzonder. I like it. Wat ga ik straks doen? Straks zoek ik dan in feite op wat dat er allemaal in zit en waarvoor dat die goed is. Dat doe ik eigenlijk heel graag. Dan, de Gratitude. Ah, super. Dat is sowieso een van mijn favorieten, Gratitude. Ik probeer eigenlijk 's morgens daar een gewente van te maken om even op te schrijven waarvoor dat ik dankbaar ben. En deze olie doe ik dan eigenlijk kuppen. Like we juist gezien hebben, een druppeltje zo aan inademen. En dat zet je direct eigenlijk op de frequentie van dankbaarheid. Dus heel blij dat ik deze cadeau krijg. De Valeur. Oh my god, het zijn echt super mooie cadeaus deze maand. De Valeur. Valeur is de olie die voor mij het verschil gemaakt heeft. Ik kon vroeger nogal paniekaanvallen krijgen. En ik moest daar op een gegeven moment zelfs 8 pilletjes voor nemen. Ik voelde me dan lichamelijk heel slecht en die paniekaanvallen werden erger en erger. Toen zijn de essentiële olieën in mijn leven gekomen en ik ben heel veel beginnen gebruiken, proberen. Valeur is de olie die voor mij gewoon het verschil gemaakt heeft. Dat is het enige dat ik nog gebruik. Eén, heb ik die paniekaanvallen eigenlijk bijna nooit niet meer. En als ik het heb, ben ik genoeg met deze olie om er vanaf te geraken. Dus dat is voor mij wel een grote win. Dat is geen medicatie dat ik daarvoor moet nemen, maar dat kan ik enkel gewoon doen door deze olie te ruiken. Dus ook weer heel blij mee, daar heb ik altijd een voorraadje van staan. En dan de Inspiration. Inspiration is ook een hele mooie. Dat is eigenlijk echt dat je zegt van, oké, ik ga een dagje werken. Of bij mij, in mijn geval is dat dan creatief zijn. Dus die Inspiration ook weer kuppen. Ik ga dat hier een beetje op in mijn diffuser, in mijn bureau en ga maar. En dat waren al mijn cadeautjes, dus dat is wel, allez, ik moet zeggen, ik ben er nog altijd elke dag heel dankbaar voor. En dat is niet iets speciaals voor mij, als hij morgen zo'n bestelling doet, dan krijg je dat ook. Dat is eigenlijk gewoon een speciaal programma dat je wellnessbox elke maand hebt. Dan denken mensen, ja, maar ja, is dat iets dat je al vastzit? Ja, nee, want je stopt dat eigenlijk wanneer je wilt. Maar voor mij is dat eigenlijk een veiligheid in mijn hoofd. Het is een beetje like Hello Fresh Box, vind ik ook vrij gemakkelijk. Moet je me nadenken, dat komt gewoon, heb dat gekozen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik kies van, wat is erop? Oké, mijn tandpasta, dit, ik zet dat erin. En ik weet, op die datum komt dat. Dus voor mij is dat echt een uitkomst. Nu, ik heb nog enkele olies dat ik zelf besteld heb. En dat is de Ylang Ylang en de Roman Chamomile. Dat is eigenlijk voor onze colette de enige slaapcombinatie die echt goed werkt. Ik doe daar ook nog lavendel bij. En dat was op. Dus Ylang Ylang gebruik ik trouwens ook nu voor mooie benen, een mooie huid. Je bruint daar mooi van. Dus ik doe dat voor mezelf ook. Dat was een groot flush. De citronella. Want ja, mosquito's suck. De muggen komen weer en wij hebben daar hier allemaal superveel last van. De citronella is een geur dat mij doet denken aan Scoutskamp, in feite. Maar ja, iedereen weet wat hij doet. En hij werkt ook heel goed. Ik kan er ook zelf een kaarsje van maken als je dat wil. En de laatste in de rij is Tommy Jai's. Tommy Jai's is een kidsolie. Dat wil zeggen dat die olie al verdund is. Een beetje hetzelfde als de roller. Je kan die eigenlijk op je hand doen en direct smeren op de buik. Dat is voor ons Gilleke dat heel veel last heeft van zijn buik. En Colette ook. Dus denk aan krampjes, ongemakkelijkheid, opgeblazen gevoel. Een plaagje in de crèche, dan is Tommy Jai's je beste vriend. In het midden van de nacht, Tommy Jai's op dat buikje. En dat is direct gekalmeerd. Ook zelf, als je soms een keer misselijk bent of last hebt zo in de auto. Tommy Jai's. Zo. En ik moet zeggen, dat was het van mijn bestelling. Ik zeg, het was een grote bestelling van deze keer. Ben je zelf ook al lid van Young Living, weet dat je dat dan kan doen. En ben je bij mij lid, dan help ik je daar natuurlijk mee. Dus maar één keer dat instellen. En in feite, als je ook wel al van die cadeautjes krijgt, dan kan dat.
is maar dat je dat weet. Ik ga genieten, ik ga nog een beetje uitpakken, een beetje verder zoeken. En ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben aan mijn unboxing video. Bye!